Vandaag, 30 september, ontving burgemeester Sjoerd Potters uit naam van GroenLinks een speciaal coronalintje voor zijn inzet tezamen met zijn crisisteam gedurende de coronacrisis. Normaal reikt GroenLinks jaarlijks het groene lintje uit aan een persoon of een organisatie die een bijzondere bijdrage levert aan een sociaal en duurzaam de beeld. Dit jaar is er een extra lintje voor een buitengewone inspanning in verband met het coronavirus. Jacomijn Baart, voorzitter van GroenLinks, sprak de burgemeester toe en gaf hem een miniatuur mondkapje, het groene lintje en de bijbehorende oorkonde. Dat u ook voorstander bent voor het dragen van mondkapjes, ja. Net als een aantal collega-burgemeesters. Nou, we hebben voor u een mini-versie. Oh, wat leuk. In de juiste kleuren. Meer voor leuk. Het bureau als reminder. Ja, gemaakt door Theater in het Groen. Dus ook dat is natuurlijk, culturele instellingen vinden we ook met z'n allen heel belangrijk. Ja. Ik zet het voor u neer. Ja, mag het niet aanpakken, maar het ziet er ontzettend leuk uit. Ja. En dan hebben we natuurlijk echt het groene lintje gecombineerd met corona. Oh ja, oh mooi. Prachtig. En dat, het groene lintje, dat wordt dus binnenkort ook aan anderen uitgereikt, maar niet in deze versie. Hier is er maar één van. Zo. En daar hoort een oorkonde bij. Burgemeester, hoe groot is het crisisteam? We hebben nu een man of 6 tot 10 die echt continu bezig zijn. En daar zit weer een ring van 10-15 mensen omheen die dan af en toe extra taken krijgt. En nu zijn we weer wat opgeschaald, helaas. Omdat er gewoon weer veel meer vragen op ons afkomen van sportverenigingen, van ondernemers. En dingen die we zelf uit moeten zetten. Dus hij is flexibel. En we hadden eigenlijk nog een klein kernteam over tot een paar weken geleden. En hij is nu weer sinds afgelopen vrijdag opgeschaald. En zijn dat allemaal ambtenaren of zijn het ook mensen uit de bevolking? Het zijn in principe allemaal ambtenaren die allemaal een rol hebben in de crisisbeheersing. En normaal gesproken duurt een crisis misschien enkele dagen of wat langer. En die moeten dat nu langer volhouden en daar is ook wel weer vervanging voor. Maar het zijn allemaal mensen die in dienst zijn van de gemeente De Bilt. Ja, het is zeker niet voor mij, zou ik bijna willen zeggen. Het is echt voor hun, mensen die achter de schermen werken. De buitendienst, de bodes, de mensen die op veiligheid werken, die dag en nacht. Vergeet vooral niet de BOA's, hè, dus de mensen die moeten controleren, die echt soms weekenden achter elkaar zonder vrije dagen dit doen om ons veilig te houden. Dus ik vind het vooral een lintje voor hun. Dank u wel. Graag gedaan.